grappig is, want dat willen we graag met u bespreken. Eurlings, opvallend. Onze partij heeft het heel erg moeilijk. En tegelijkertijd hebben wij het grootste congres in de Nederlandse geschiedenis. Onze volkspartij die staat en die leeft. En ik sta hier dan ook als een trots CDA-lid uit Valkenburg. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik word nooit van mijn leven van de PVV. Maxime, jij hebt hier uit je hart gesproken. Jij hebt je hier openbaard, het diepste van je ziel met ons gedeeld. En zo ken ik jou al 12 jaar lang. Jij bent een mens van vlees en bloed, je bent een christendemocraat in hart en nieren. Jij zult onze idealen nooit verloochenen. Jan. Gadverdarrie. Gadverdarrie? Ja. Mogen we even kotsen? Mag ik even het onderzoek? Leg even aan meneer Bleker vooral uit waarom je hier van. Nou ja, die verregaande slijmballerigheid van zo iemand. En die onverdraaglijke foute uitstraling. Nou, dat laatste vind ik fout van jou. Je kunt het op de inhoud. Kun je niet met hem eens zijn, maar om Maxime daar of om Camille daar weg te zetten als iemand met een foute uitstraling, kom op. Ja. Maar wacht, dat vind ik ook echt fout. Ja, nee, zo doen. Ach, nee, zo deed je niet. Kom nou zeg. Kom op. Ja, nee, dat Pim houdinkje. Hou het dan het was toch niet om aan te zien, die man. Je kunt best vinden dat het nogal fors en demagogisch was. Nou, kun je reken best vinden, maar van yes. Maar, om te zeggen, maar jullie vinden dat nee, allemaal niet. Die foute uitstraling, Jan, dat vind ik niet kloppen. Ja, vind ik een foute uitstraling, Henk. Nou, ik vind het goed fout wat daar je zegt. Daar worden jullie niet nee, eens, nee, Felix. Nee, ik vind fout wat jij zegt nu. Maar er gebeurt jij dus zou dit moeten disqualificeren. Nee, maar jij doet het niet. Je laat het aan een tafelheer over. Nee, dit zijn twee Groningers met elkaar in discussie. Nee, helemaal niet. Zo gaat dat bij ons. Ja. Over. Nee, nee, wat er gebeurde is dit. Als iemand in een hal spreekt met zijn retorische gaves, gaat hij zichzelf overschreeuwen. Laat me even uitpraten. Gaat hij zichzelf overschreeuwen. Dus wat er dan gebeurt is, wat jij denkt te horen in die hal, dat heeft een totaal ander effect als wij voor de tv. Dat is verschrikkelijk. Mm-hmm. Nee, ik maak het even af, Jan. Dat is echt verschrikkelijk. En wat hij vervolgens laat zien, hij is CDA's hoop in bange dagen. Hier staat de nieuwe leider van CDA. Ja. Die slijmt inderdaad naar Verhagen. Dat mag hij. En dat hij die Pim Fortuyn-houding maakt, dat ergerde mij minder. Nee, maar trouwens, wat is eigenlijk het fout met de term foute uitstraling? Is dat nou zo erg wat ik zeg? Ja. Zoiets normaals? Ja. Ah, kom nou. Ik heb een ontzettende hekel aan om op uiterlijk van mensen. Nee, dit soort dingen. Uiterlijk, dat doe je toch? Gedrag? Nou, hoe kom je daar verder over? We gaan door. Ja, duidelijk. Wat bedoel je nou te zeggen? Ik ga toch niet af op uiterlijk? Nou, dat leek er wel op. Nee, op gedrag. Oh. Oké, dan is dat. Ja, nee, we spreken door. We gaan door met Maxime Verhaag. Maak je er niet zo makkelijk van af? Jan, genoeg.